Vertel eens, hoe is de sfeer hier? Goed, heel leuk. Vertel eens, van waar komen jullie, met hoeveel zijn jullie? Wat vinden jullie van het korfbal? Heel tof en we zijn met heel veel wel. En jullie supporteren voor Nederland, denk ik, hè? Nee, voor België. België! Kampioenschap was, maar nu vind ik het wel leuk. Is het een leuke sfeer hier? Ja. Van welke school zijn jullie en met hoeveel zijn jullie hier? Wij zijn van de school Maria Kerken de Wijze Eik. En we zijn met veel, met 5e en 6e. Jongens en meisjes, ik ga er niet langer over lullen. Straks is hier al de eerste match, als ik me niet vergis, België tegen Australië. Dat klopt toch? En... natuurlijk gaat Australië hier winnen. Oh, excuseer. Ik vergis me even. Ik bedoel dat kleine onmogelijke landje daar, België. Pas op, hier wordt een historische foto genomen. Zeer belangrijke foto. Yassine, vertel eens, hoe is de sfeer hier? Het is leuk. Ik denk dat ze gaan winnen en ik hoop dat ze goed gaan spelen. Wat vond je ervan dat je naar het wereldkampioenschap korfbal mocht komen? Ja, ik vond dat speciaal. En jullie zijn met zeer veel hier. Ja. Gaan jullie een hels kabaal maken? Ja, ik denk het wel. Gaat België wereldkampioen worden? Ik hoop het. Ja, denk je van? Zeker! Lotte, vertel eens, als leerkracht met een bende gekken naar hier komen, hoe is dat? Ongelooflijk, de vakantie mag beginnen. Maar ik denk dat de kinderen het heel goed hebben en het is goed georganiseerd. Wij moeten helaas vroeger vertrekken, want wij komen van Sint-Niklaas. Wij kunnen maar een helft zien. Maar ik denk dat ze hier allemaal heel uit gaan supporteren in het eerste half uur. Wat vond je van het idee om naar hier te komen? Ja, leuk. Ontzettend leuk dat de kinderen zoiets mogen meemaken. Ik vind het zelf ook wel spannend. Een ploeg uit Australië die speciaal naar hier komt. Dat we dat kunnen zien. En ook in de voormiddag was het heel leuk met alle opdrachtjes die ze moesten doen. We are Belgium. 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 Het is leuk dat het hier is. Wat hebben jullie vandaag allemaal al moeten doen? Zelf korfbal dingetjes gedaan en gegeten.